Wat mensen in Iran willen is niet een andere president, het is niet een andere kabinet, ze willen gewoon een andere regering. En die demonstraties zijn al jaren gaande. En wat mij opvalt is dat hier wordt continu aandacht besteed aan een verkeerde probleem of aan een oude probleem. Want ze formuleren het nu heel erg dat vrouwen zijn hoofddoek zat, maar hoofddoek en hijab speelt eigenlijk geen rol meer in Iran. Het is een oude probleem, prijzen zijn in één nacht 100 tot 135 procent gestegen. Mensen mogen met de vertoning van hun QR-code 2/3 van een pak brood kopen per dag per persoon. Als ze nog meer brood willen, moeten ze dat op de zwarte markt kunnen vinden. Mensen zijn het zat. Iran heeft het meest jonge bevolking van de hele wereld, van 85 miljoen bewoners. Zijn ruim 70 procent onder 35 jaar oud. En ze hebben geen toekomst, geen zekerheid, helemaal geen visie op het leven. En ze zijn het zat. Ze willen het niet meer. Ze willen dat de geestelijke leiders weggaan. Want je hebt het over een club mensen boven 80 en 90 jaar oud. Die ze geloven dat ze het land en de wereld kunnen runnen met zwarte magie en voodoo en hadith en sharia en zulke dingen. En de bevolking is het zat.